Met trots en veel plezier kondig ik u bij deze aan, Donkey Mobile Web. Ik laat u in de video graag zien hoe het werkt. Kijkt u mee op mijn scherm? Allereerst open ik mijn browser. In mijn geval is dat Safari. Ik typ hier web.donkeymobile.com en mijn kerkapp verschijnt. Ik kan hier kiezen om in te loggen en als ik nog geen account heb, kan ik mij eerst hieronder een account aanmaken. Hoe u zich kunt registreren, ziet u in een andere video. Ik voer hier mijn e-mailadres in, waarmee ik al een account in de app heb. Ik vul mijn wachtwoord in. Ik kan kiezen onthoud mij op dit toestel. Als ik dat zo aanvinken, dan word ik minder vaak uitgelogd. Als ik dat niet aanvink, dan zal ik mij elke keer weer opnieuw moeten aanmelden. Ik klik op login. Hier verschijnt een overzicht van de Mijn Kerk tijdlijn, een verzameling van de berichten van de groepen waar ik lid van ben. Ik kan hier links ook voor een specifieke groep kiezen. Als ik mijn betrokkenheid wil tonen op een bericht, ga ik over het hartje heen en kan ik een van de icoontjes kiezen. Als ik wil reageren, klik ik op Schrijf een reactie. Ik klik op het verstuur-icoontje en mijn reactie is geplaatst. Dat ziet u hier rechts verschijnen. U ziet hier ook andere reacties die al geplaatst zijn. Bovenin kunt u dus kiezen voor de tijdlijn. U kunt ook kiezen voor de agenda. U kunt ook kiezen voor de gemeentegids. Hier kunt u doorheen scrollen om te kijken wie er allemaal lid zijn van de kerkapp. Als laatste ziet u nog staan meldingen. Hier krijgt u uw meldingen en kunt u kiezen welke meldingen u wilt bekijken.